Welkom bij Mokkels Springen. Het programma waar een aantal bloedmooie vrouwen met elkaar de strijd aan gaan op de trampoline. En dan heb ik het natuurlijk niet over een beetje springen. In deze afvalrace krijgen de dames een aantal pittige opdrachten. Een vakkundige jury zal bepalen welke dames er door mogen naar de volgende ronde en wie zich Mokkels Springen koningin van Nederland mag noemen. Jawel, de derde aflevering van Mokkels Springen. En ik sta hier natuurlijk niet alleen, ik heb hier de trouwe jury met mij. Ja. En dan ga ik jullie nu voorstellen aan de kandidaten van vandaag. Allereerst Paola. Hoi, ik ben Paola, ik ben 19 jaar en ik kom uit Hoofddorp. Hoog, bij drie gaan we achterover. 1, 2 komt hij omhoog en klein. Hup, en staan. Nou. Dat is echt perfect. Nou, vroeger heb ik wel, kijk, 2 jaar op turnen gezeten. Maar trampolinespringen heb ik, denk ik, 8 jaar geleden voor het laatst gedaan. Ik ga meteen de tweede kandidaat erbij halen. Shaila. Mijn naam is Shaila en in het dagelijks leven ben ik model en mannequin. Het gaat erom dat je hoofd op je borst is, dus je kin op je borst. Ja, ja, dat was hem. Je schrok er zelf van, maar hij was goed. De training viel toch wel tegen, omdat ik dacht van dat het makkelijker zou zijn dan het is. Maar tegendeel, het was toch wel vrij pittig. Dit zou Mokkels Springen natuurlijk niet zijn als jullie niet gewoon even je shirtjes zouden uitdoen. Dus dames, alsjeblieft, de shirtjes gaan uit. Ik kijk even naar mijn jury om te kijken of dat zij daarmee eens zijn. Wat vroeg! Ja, ja hoor, dat zijn ze. Zeker weten, wauw. De opdracht van deze aflevering van Mokkels Springen heeft alles te maken met deze kleine balletjes. Jullie krijgen zometeen een aantal balletjes op jullie afgegooid. En jullie moeten daarvan zoveel mogelijk in jullie broekje zien te krijgen. Neem alsjeblieft plaats op de trampoline. Jullie krijgen zometeen 2 minuten. Degene met de meeste balletjes aan het eind van deze 2 minuten, die krijgt uiteraard de meeste punten. Maar als je tijdens dit proces ook nog een mooie trucje doet, krijgen jullie nog meer punten van de jury. En dan mogen jullie op mijn teken gaan beginnen. 3, 2, go. Ja, oh, dat was bijna een hele goede catch. Oh, oh. Springen, dames, springen. Ja. Maar ze durven niet te springen. Zie je dat? Balletjes in de broek. 3. Oh! En de tijd is gestopt. Kom bij me staan. Hoeveel balletjes heb jij uiteindelijk verzameld? Er komt heel wat uit die décolleté, zie ik hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balletjes. Jij, Paula. Jij hebt er ook 8. Oeh, dan wordt het heel spannend. Ik ben heel benieuwd naar de score. En laten we beginnen met Paula. Chris. Ik ben echt fan van jou. Jij krijgt van mij een dikke 9. Lexus. De score gaat tot 10. Je krijgt van mij gewoon een 11. Wow. Snoek. Ik zie een brede grijns. Ja, ik was in de wolken, man. Dat was gezellig, man. Hoge dingen. Is toch alleen maar springen en zo? Nee. Voor mij krijgt ze een dikke 9. Dikke 9, wat goed. Je hebt een totale score van 29 punten. Dan gaan we nu over naar Shaila. Ja. Snoek. We moeten alles, geef ik een dikke 8. Lexus. Dame, ik moet gewoon echt eerlijk zijn. Het gaat een beetje hard aankomen. Maar ik kreeg er echt een slappe lul van. Met alle respect, ik geef een matige 3. Chris. Ik kom uit op een 7. Het is een score van 18 punten. En dat is wel echt net weinig om door te gaan naar de volgende ronde. Dat betekent dat jij helaas naar huis gaat. Dat betekent dat jij de terechte winnaar bent van deze aflevering van Mokkels Springen. Goed gedaan. Hartstikke mooi, jury. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering van Mokkels Springen.
Hasta luego.